denken. Je denkt het is een... Nou, als hij toch nog bezig is met allerlei frutsels en dingetjes en priemeltjes en frikkeltjes. Kijk, hier. Kijk, zo gaat hij los. Doe ik maar even een welkomstwoord. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag gaan we lekker zoeken op een landje met de metaaldetector, met Gijs. Alle ingrediënten om een leuke video te maken. Ja, dat ben ik. Hoeven we niet eens wat leuks te vinden. Nee, dat is wel lol. Nou, veel kijkplezier. De vorige keer was ik met Wilma aan het zoeken en toen zei ik heel trots, de Uber schep ter scheppen, de beste schep ter wereld. Geen schep is te evenaren. Dus ik heb een nieuwe Model 3 gekocht. Voor Wilma. Wat schept mijn verbazing? Hé, hey, leuke woordspeling, ja, hè? Wat schept onze verbazing? Kijk, dit is op zich niet negatief. Zelfs positief. Er zit hier een lekker handvaatje met wat vingerribbeltjes. Dat is op zich best wel heel positief. Dan gaan we hier naartoe, dan is die exact hetzelfde, exact hetzelfde, exact hetzelfde, exact hetzelfde, exact hetzelfde. Hij is helemaal niet exact hetzelfde. Schep wat korter. De nieuwe schep is korter. Eerste vondst van vandaag is een leeuwencentje. En hij is nog best wel goed te zien. Even kijken uit welk jaartal die komt. 1881. Ja, 1881. Hartstikke leuk. Kijk. Klein zegelloodje. Van een accijnsloodje. Dat is net hoe je het noemen wil. Ik zeg, zullen we baantje voor baantje doen? Maar dat was baantje voor Gijs. Die is ondertussen al strookje voor strookje gaan doen in plaats van baantje voor baantje. Kijk. Weer een loodje. Nee, dat is van een bingo-spel. Het is van een bingo-spel? Ja, bingo-spel uit de Lode Eeuw. Een bingo-spel uit de Lode Eeuw. Ja, dat heb ik nog nooit gehoord. En het volgende, nummer is 29. Wie heeft zijn kaart vol? Ja, nee, je hebt het zelf nog niet verzonnen, hè? Je neemt hem mee. Je laat hem uit, maar eigenlijk moet hij gemijlkorfd en aangeleid. Ik heb Gijs even op pauze gezet. We hebben namelijk allebei een goede piep, een goede toon, een goede target. Dus we gaan allebei tegelijkertijd graven en dan kijken wie het leukste vondst heeft. Ik weet even net te brengen dat ik het in de video kan houden. Eigenlijk moet ik jou gewoon lichtelijk een beetje uitvriegen. Ja, dat je vond sneller. Ik had hem sneller, maar sneller is niet altijd goed, hè? Nog meer naar beneden. Die was voor mij en die was voor mij. Was het was andersom. Wow. Even kijken, waar zitten we? Hier. Gijs had... Plumbum. Ik moet even... Zo. Gijs die had Plumbum lood. 8,5 euro de kilo. Zoiets ongeveer. Dit is al een halve kilo. Dus. Nou, maar zilver is ook niet zo duur volgens mij. Nee, zilver brengt helemaal niet zoveel op. En ik had een ringetje. Een filigree ring. Nee, Zeus met een knoopje. Niet zo'n heel mooi hoor. Hij is echt Beetje geleefd. Kijk eens even. Dat is een klein muntje, hè? Ik denk een halve Willemscent of zo. Dat is echt inimini. Nou, ouderwetse loodjesdag. Even kijken hoor. Dat nummer 28? Nee, nummer 7. Nummer 7? 0, 07. 07, echt? Oh, 307. 307.
Ja. Staat niet op de kaart. Kijk die Gijs. Het heeft lang geduurd. Jeetje mina, Gijs. Fantastisch man. Echt heel gaaf. Dat is een arendschelling. Kan ik je nou al vertellen? En hij is nog redelijk... Nou... Ja, hij is versleten, maar hij is nog redelijk intact. Spoel hem even af. Kunnen we even goed kijken wat erop staat. Maar een boompje of zo? Nee, dat is een arend. Oh. Unleash the beast. Ja, gaan we even. Gelukkig zitten we dicht bij de sloot. Ja. Ik ken het kruipend af in dit geval. Kijk maar, Jezus, wat een onzin. Dit wordt echt weer zo'n video wat helemaal nergens over gaat. Laat hij hem nog vallen ook. Kijk, het zwart zit gewoon op de klei. Ja, ja, dat is de afdruk, hè? Ja, maar dan kun je nagaan dat die patina zit dus hierop en niet meer op die munt. Kijk. Dat is een arendschelling. Prachtig. Heel gaaf. Die andere kant komt ook wel naar boven, als je hem straks hebt schoongemaakt. Ik heb hem net schoongemaakt. Oh, je laat hem zo. Nou, is ook goed. Nou, ik moet zeggen, ik heb ze wel als broeder uit de grond zien komen. Ja, dat wel. En waar Gijs de zilveren munten uit de grond haalt, moet ik het doen met een duit. Ik zag je nog denken. Je denkt het is rond, maar nee. Een gordijnring. Daar doen we het allemaal voor. Een gordijnring. Gerrit Apex. En op de een of andere manier wordt deze niet echt lekker opgepakt. En in eerste instantie begreep ik het wel. Want Gerrit was best wel vaag met het uitkomen. En het duurde lang. En mensen waren er zat van. En toen die eenmaal uitkwam, hadden mensen een nieuwe... AT Max of een nieuwe AT Pro verwacht. Dus dan zou eigenlijk een Apex Max of een Apex Pro moeten zijn. Maar dat is de Ace Apex geworden. Dus naast dat dit best wel ongelukkig neergezet werd qua promotie, was het ook niet de detector die de mensen verwacht hadden. En daar heb ik alle respect voor. Toen die helemaal uitkwam, toen hadden ze ook nog eens de pech dat de eerste schotels niet goed waren. Die zijn ondertussen allemaal opgeruimd. En omgeruild. En er is ondertussen ook een update geweest. En ik loop nu ook al een week of drie met de nieuwe update. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik begrijp niet waarom deze detector niet meer geliefd is. Het is echt een lekker ding. En het waren Gijse woorden. Want wat zei jij net? Dat hij voor jou scherper is dan die voor mij. Ik bedoel, iemand die al... Hoe lang loop je met de deus? Ik had de kerret en daarna ben ik in de patijn overgegaan op die deus. Nou ja, hij loopt in ieder geval onwijs lang al met die deus. En hij zegt, ik heb toch het idee dat die van jou scherper is als die van mij. En nou wil ik deze niet gaan vergelijken met een deus. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik wil helemaal niet vergelijken met überhaupt een andere detector. Maar het feit dat iemand die al heel lang met een deus loopt... uiteindelijk op een veld samen naast elkaar loopt en af en toe zegt van joh, ga jij er eens over met je schotel? En hij komt toch net even feller over. Hij komt net wat scherper door. Ik ben heel erg content met deze metaaldetector. Wou ik alleen even kwijt. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar. Je hart mag gelucht hebben. Ja, je kan je hart nog even gelucht hebben. Ik wou het alleen even kwijt dat ik het niet helemaal begrijp. En jullie weten natuurlijk allemaal dat ik... waar zit dat? Hier, mijn hart eigenlijk bij Quest heb neergelegd. En dat ik daar onwijs mee bezig ben. En dat ik daar echt heel veel energie in steek. Maar daar los van loop ik ook met andere metaaldetectors. En ik gun die andere metaaldetectors net zo hard een podium. En ik vind dat deze eigenlijk een treetje te laag gewaardeerd wordt. Dus ik vind dat deze wel hoger op de ranglijst mag staan. Zeker nu, zoals die nu is. Met de nieuwe update en die nieuwe schoteltjes. En het werkt gewoon heel fijn. Wou ik alleen even kwijt.
Het is ongelooflijk. Napoleon? Napoleon. Ik heb nog nooit Napoleon gevonden. En nu wel. Wel munten ervan en verwijzingen. En, maar nog nooit een speelgoedsoldaatje van Napoleon. En dit is toch echt Napoleon. Hij is leuk. En dit is zijn broer. Maar die moet toch uit de kast komen? Jee. Hij is erg leuk. En gedetailleerd ook. Ja, hij is nog duidelijk. Hij mist alleen zijn voeten. Ja, dan is hij nog korter. Hij was al een klein mannetje. Het was al een klein mannetje, ja. Leuk. Vind ik echt leuk. Kijk, dit is toch weer een heel leuk loodje. Ik moet even wachten tot die vliegtuig voorbij is. Want die zit de boel weer te verstieren. Zo. Dit is wel weer een heel mooi loodje. Een soort van Arabische tekst staat erop. En aan deze kant ook. Heel erg leuk. Ik weet natuurlijk echt niet wat erop staat, want ik kan dit niet lezen. Nou, en dan hebben we ook nog weer een pijlgewichtbakje. Sluitgewichtbakje. Bakje van een sluitgewicht. Een gewicht om te peilen. Ja, het gaat weer lekker, hè? Het gaat weer heerlijk. En ik ben Napoleonse geld aan het oprapen. Nee, die is later. Later? Ja, die is later. Is Napoleon later of die munt later? Die munt is later. Oh. Een joekel van een muntgewicht. Ja, je kan niet zo goed meer zien welke munt het geweest is, want de afbeelding is redelijk poreus geworden. Maar als dit voor één munt was, dan moet het een hele grote zilveren of een redelijke gouden geweest zijn. Want man, dat is echt zwaar. Wat een leuke vondst. Dit is een muntgewicht. Voor degene die het niet weten, kon je aan deze gewichten kon je munten mee eiken. En dan kregen ze een klop. En daarmee waren ze weer goedgekeurd. Dat betekent dus dat de munt op de juiste gewicht was. Ik verwacht dat deze vondst ietsje minder oud is dan de rest van de vondsten. Maar ik weet echt niet wat het is. Ja, het is een speldje geweest. Hey, maf. Hey, maf. Dat is maf. Hey, maf. Ja, ik weet het niet. Hey, maf. Als jullie het weten, please leave it in the comments. Wat zie je nou te lachen? Dan zeg ik een keer niks. En dan schiet je spontaan in de lach. Ik zit te wachten tot je me hebt gezegd. Ja, nou, dat denk ik nou een keertje niet. Zelfs dat is al lachwekkend. Oh, oh. Maar wat voor munt is het nou? Een rare munt. Een rare munt, maar die past aardig in deze collectie. Ja. Dit was hem weer, vriendje. Ja. We hebben heel veel poep vandaag. Ja, we hebben heel veel poep gezien. Maar dat komt, kijk, er is gemest. Dus er ligt een hele laag poep ligt overal. Allemaal poep. Maar ik moet zeggen, ik had er geen last van. Niet? Nee. Je merkt er niks van. Nee. Dit was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet het abonneerknopje in te drukken. Misschien indien je daar nog aan toe komt. Het belletje. Dan zien we jullie de volgende keer weer. En dan hoef je er niet op te letten, want dan komt het zo als bericht bij je terecht. We zeggen tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.